Hey, hier zijn we weer. Fijn dat jullie er ook weer bij zijn. Zondag 23 juli is het opnieuw nieuwe maan. Nieuwe maan, begin van een nieuwe cyclus. Dus vandaar deze video. Nu, ik wil eerst en vooral even de tijd nemen om iedereen te bedanken die mij berichtjes stuurt, mailtjes stuurt. Mijn vragen stelt. Het doet mij heel veel plezier om jullie reacties te lezen, om jullie verhalen te lezen. En ja, ik krijg ook regelmatig vragen van mensen wat mogelijk is, hè, om een beetje licht te sturen, om een beetje liefde te sturen, om een beetje healing of energie te sturen. En natuurlijk doe ik dat met plezier. Maar het is voor mij natuurlijk niet altijd mogelijk om dat om voldoende tijd te maken voor iedereen. En om iedereen toch wel de kans te geven om een stukje mee te pikken, heb ik besloten om zaterdagavond, 22 juli is dat dan, om 8:30, om 20:30, nog eens een lichtcirkel te plaatsen. De foto's daarvan, vorige lichtcirkels, die kan je zien op mijn pagina Kracht van Licht via Facebook. En bij die lichtcirkel ga ik ook een kleine meditatie doen. Ik hoop deze ook live te delen via Facebook. Maar dat bekijk ik dan morgen wel of dat effectief lukt. Maar die lichtcirkel die geeft jullie dus de kans om even deel te nemen. Om even mee te gaan in de energie. En als jullie er echt... ja, echt iets ook willen uithalen, dan kunnen jullie mij contacteren. Geef me gewoon jouw naam door en jouw geboortedatum. En dan plaats ik een kristalletje in de lichtcirkel. Nu, die blijft sowieso een hele avond staan. Misschien ook een deel van de nacht. Na de meditatie. En achteraf laat ik jou dan weten welk kristal ik voor jou heb uitgekozen en wat dat net betekent. Dus je kan mij dan een mailtje sturen via info@leniconsulting.be. Als je graag hebt dat ik voor jou een kristalletje uitkies en dat in de lichtcirkel plaats. Zodanig dat je ook op die manier er een beetje bij bent. Ik ga aan het einde van deze video er misschien nog een beetje meer informatie over geven. Maar we gaan eerst even terug naar de nieuwe maan van zondag. Hè? Zondagmiddag eigenlijk. Dus we kunnen zaterdagnacht... eigenlijk al beginnen aan die, ja, ik zal maar zeggen, nieuwe energie. We hebben de maan staat in leeuw. En zoals ik al zei, het is altijd wel een nieuwe cyclus. Maar nu is het ook effectief zo in de energie te zien. We laten echt iets achter ons. Het is een vorm van verlossing. Een vorm van bevrijding. En ja, er is natuurlijk ook wel een reden waarom ik... in mijn consulten en behandelingen de laatste tijd heel veel aandacht besteed aan het compleet loslaten. Het jezelf bevrijden van alles wat niet van jou is. Alles wat dat je eigenlijk in je verleden hebt opgenomen of aangenomen. Dingen die je in jezelf hebt opgeslagen ergens. Waardoor je misschien met de tijd bent gaan vastzitten. En waardoor je het gevoel dus kan hebben of kon hebben dat je bent geblokkeerd. Hè? Dat zijn meestal onzekerheden, angsten. Heel veel daarvan zit in onze manier van denken. Het is dus nu echt wel de tijd om jezelf te bevrijden van alles wat niet van jou is. Alles wat niet bij jou hoort. Alles wat je hebt overgenomen van anderen. Alles wat jou is aangeleerd. Alles wat je misschien hebt meegenomen uit eerdere ervaringen, dat kunnen ook vorige levens zijn. Nu, dat loslaten, nu, met deze energie, gebeurt dat ook wel een stukje automatisch. Dus je zou dat best wel kunnen voelen, dat je een stukje lichter voelt. Dat je een beetje lichter voelt in je hoofd. Dat kan ook wel samengaan met wat vermoeidheid, want als jouw systeem aan het werk gaat, dan wordt er heel veel losgemaakt. En dan kan je ook heel veel slapen, heel veel dromen. Hè? Dat is ook een stukje verwerking.
Of je wordt misschien in contact gebracht met mensen of manieren die jou kunnen helpen om jezelf te bevrijden, hè, van al die spanningen, van al die lasten. Want eigenlijk is dat een constante stress, hè, die we met ons meedragen. Dus een tijd voor bevrijding, verlossing. En vooral voor ontspanning en laten gaan. Dus ergens kunnen we dat nu ook wel voelen. Dat dat automatisch gebeurt. En ik hoop dat jullie op een of andere manier ook daar extra aandacht kunnen aan besteden. En dingen kunnen gaan doen. Of dat nu is in meditatie of tijdens een healing. Om dingen definitief los te laten. Uit het verleden, alles wat niet bij jou hoort. Nu, terwijl ik hierover praat, word ik daar heel erg blij van. Ik heb dit gevoel eigenlijk al gedurende anderhalve week, misschien 2 weken. En het voelt voor mij echt als een nieuw begin. Nu, ik vertelde de afgelopen maanden, in de afgelopen video's, al over het feit dat er heel veel duidelijk wordt. Dat er een waarheid naar boven komt, hè, dat we de waarheid zien. En de afgelopen maanden was dat vooral rondom onszelf. Zo van, hoe gedragen andere mensen zich naar ons toe? Wat gebeurt er in de wereld? Hoe zit onze maatschappij in elkaar? Klopt het allemaal wel? En de waarheid daar rond. Nu op dit moment, met de energie die nu aanwezig is, gebeurt dit vooral bij onszelf, binnenin onszelf. Dus we komen echt in contact met onze eigen waarheid. Dat zorgt ervoor dat het ons duidelijk wordt welke weg dat we op willen gaan, welke richting dat we uit willen gaan. Het wordt ons echt wel duidelijk wat we willen, wat goed voelt. En de energie van deze nieuwe maan laat ons ook nog eens extra zien welke mogelijkheden dat we hebben. Alles wordt als het ware een beetje opengetrokken. Zeker en vast als we er voor openstaan. Dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Als je er helemaal voor open staat, als je zegt van oké, dat verleden dat ligt achter mij. Als je dat ook emotioneel achter jou hebt gelaten, als dat niet zoveel meer met jou doet, als je voelt dat je echt verlost bent daarvan, dan kan je naar de toekomst kijken en dan kan je daar helemaal voor openstaan. En dan kan je die volledige vernieuwing, zal ik het maar noemen, dan kan je dat compleet verwelkomen in je leven. Want dat is het echt, hè? Het is een vernieuwing, maar op alle vlakken. En op dit moment gebeurt dat echt binnenin onszelf. Alsof dat we ineens beseffen wie dat we zijn, waar het voor ons werkelijk om draait, wat er belangrijk is voor ons in het leven, waar we ons goed bij voelen. En ook die kracht, hè, om dan te kiezen voor verandering. De kracht om beslissingen te nemen, om keuzes te maken. Ook die is heel erg aanwezig. Dus alle verwarring, chaos eigenlijk, die we eerder hebben ervaren. Zo van heel veel dingen die op ons afkomen en niet goed weten hoe we uit een bepaalde situatie raken of hoe dat we ervoor kunnen zorgen dat we ons beter voelen, dat is er niet meer. Dat chaotische, dat is gekalmeerd, dat is een beetje weggetrokken. Dus het niet weten wat we willen of niet weten wat te doen, dat valt nu een beetje weg. Dus daar waar we kort geleden eigenlijk nog heel vaak werden afgeleid. Ja, weer dat chaotische, dat verwarrende. Dat is niet meer aanwezig. En nu lijkt het alsof de energie ons een bepaalde richting uitduwt. Of dat we naar iets worden toegetrokken. We voelen dat we een bepaalde richting op kunnen. Dat er een heel concreet iets is wat bij ons past en wat ervoor zorgt dat we gewoon compleet onszelf kunnen zijn. Nu, we voelen vooral de kracht van al die dingen die ons verder kunnen helpen. Hè? Waardoor ons leven weer een beetje richting krijgt. Dus je voelt echt wat je verlangt, wat voor jou belangrijk is,
waar je waarde aan hecht, voor jou belangrijk is. En alles krijgt echt wel meer vorm, waardoor je ook een beetje meer overzicht krijgt. Van wat stelt mijn leven nu voor? Waar hecht ik belang aan? Waar wil ik mijn aandacht aan geven? En dat zorgt dat je ook meer een gevoel van ruimte krijgt. Hè? Dat die verlossing waar ik het daarnet over had, hè? Dat geeft een gevoel van ruimte, omdat je, ja, opluchting, hè? Dat hebben enkele mensen mij ook laten weten. Goh, ja, ik heb het gevoel, ja, dat ik bevrijd ben. Ik heb een gevoel van opluchting, van hé, het zware is voorbij. Ik kan nu eindelijk weer verder. Het gevoel hebben dat je verlost bent van alles wat jou heeft tegengehouden. Wat je misschien, ja, of misschien kon je het gewoon ook niet door de omstandigheden of door de situatie waar je in bevond. Dus we hebben eigenlijk voldoende gezocht de afgelopen tijd, de afgelopen jaren. En we hebben voldoende gezocht naar wie we zijn. En daardoor kunnen we nu eigenlijk mooi voelen, ja, wat we werkelijk willen. En daardoor kunnen we dus die keuzes maken. Hè? Een duidelijk doel voor ogen houden, ons leven richting geven. Daar draait het nu eigenlijk allemaal om. Nu, deze nieuwe maan, of de energie die op dit moment aanwezig is, geeft tegelijkertijd rust en tegelijkertijd ook energie. Dus een vorm van ontspanning, hè, die bevrijding en die verlossing een beetje waar ik het daarnet over had, waardoor dat je een ontspannen gevoel hebt, minder druk in je hoofd hebt. Maar tegelijkertijd ook een enorm vertrouwen. Alsof dat je, ja, toch veel meer met jezelf in contact staat, waardoor dat je ook meer op je gevoel gaat vertrouwen. En dat geeft dan net meer energie. Hè? De energie om te gaan ondernemen. De zin om te kiezen voor een complete verandering. De zin om echt die keuzes en die keuzes te maken, die beslissingen te nemen. Dat kunnen ook in de meeste gevallen zo dat dingen zijn die je al heel lang hebben bezig gehouden. Dingen die je misschien al heel lang had willen doen. Maar dat het voor jou nu duidelijk wordt dat je dat, ja, dat je dat echt mag voor kiezen. Hè? Dat dat echt bij jou hoort. Dat je daar misschien zelfs niet zonder kan. Dat dat misschien zelfs een deel van jou is. Hè? Dus daar draait het bij deze nieuwe maan allemaal een beetje om. Nu, omdat ik niet in beeld kom en jullie toch wel enkele afbeeldingen wil laten zien, zal ik deze video in twee delen opnemen. Dus in het tweede deel ga ik de Osho Zen Tarot erbij halen. Ik heb de kaartjes nog niet getrokken. Ik wou mezelf niet te veel laten beïnvloeden bij de algemene uitleg en wat ik erbij voel. Dus ik ga zo meteen 5 kaartjes trekken. En eens kijken wat die ons laten zien. De situatie waar we ons in bevinden, een beetje inzicht. Het bewuste en het onbewuste stukje, jullie kennen het waarschijnlijk al. En dan aan het einde herhaal ik nog eens eventjes alle info in verband met de lichtcirkel van zaterdagavond. Dus tot zometeen voor het tweede deel.